Ik ben Stef. Hoi, ik ben Ramon. En we gaan vandaag beginnen met de resistance band workout. Wat hebben we nodig? We hebben een resistance band nodig en we hebben een deurkling nodig, zodat we onze resistance band daaraan kunnen vastmaken. Oké, we gaan dadelijk beginnen met de warming-upje. We gaan een aantal stretches uitvoeren en vervolgens gaan we 5 oefeningen doen waarbij we deze resistance band ook nodig hebben. Probeer alle oefeningen tot falen uit te voeren, net zolang dat je niet meer kan, en daarna ga je door naar de volgende oefening. Ik wens jullie heel veel succes en veel plezier bij deze workout. Dan gaan we beginnen met wat stretches. Allereerst gaan we de schouderbladen goed opendraaien. We zorgen ervoor dat de doorbloeding hier goed wordt. De schouderbladen goed naar elkaar toe en we gaan terug naar voren. Van de zijkant, dus goed. De schouderbladen naar achteren en weer terug naar voren rollen. Als je dit hebt gedaan, als je dit een minuutje hebt volgehouden, dan gaan we door naar de volgende oefening. En bij die oefening hebben we deze resistance band. Die pak je aan de uiteinden vast. En bij deze oefening gaan we de borst eigenlijk goed openen. We strekken de arm uit en we gaan helemaal naar achteren en we gaan terug naar voren. We gaan naar achteren, dus we rekken de borstspier goed op en we gaan terug naar voren. Dus als ik het van de zijkant even voordoe, je begint dus hier en je gaat helemaal door naar achteren totdat je eigenlijk de rek voelt. Nou, als het te makkelijk voor je is, dan kun je hem wat dichterbij pakken. Dus dan pak je hem niet aan het uiteinde vast, maar dan pak je wat meer in het midden vast. En zo zorg er eigenlijk voor dat de spanning dus wordt opgevoerd. Dus helemaal naar achteren en helemaal naar voren. Nou, als je het makkelijker wil maken, kun je ook eentje pakken. Dus minder spanning. Begin je achter en ga je terug naar voren. Naar achteren en terug naar voren. Op deze manier zorg je ervoor dat het natuurlijk een stukje makkelijker is. Nou, vervolgens als we dit hebben gedaan, gaan we nog wat beenstretches doen. Dat ga ik even voordoen. We beginnen met de hamstring. We zetten de been goed naar voren. Andere been zet je naar achteren. We gaan niet overstrekken, dus zorg ervoor dat je knie niet helemaal zo hebt staan, maar dat je eigenlijk een hele lichte buiging hebt. We gaan met de rechterrug naar voren en we gaan net zo lang naar voren totdat je de spanning hier op de hamstring voelt. Hou dit een tijdje vol. Probeer zo laag mogelijk te gaan met de rechterrug. Ja, dus niet dit doen, rechterrug houden. Nou, als je dat hebt gedaan, dan wist je van kant en dan ga je met je andere been stretchen. Nou, als we dat gedaan hebben, kunnen we nog een bovenbeen stretch doen. Gaan we 1 been omhoog gooien. Pakken onze voet vast. Stretchen we goed uit. En als je dat hebt gedaan, een aantal seconden, wissel je van kant. Pak je andere voet vast. Zorg je ervoor dat je de balans hebt. En dan probeer je ook weer de quadriceps goed op spanning te zetten. Top. Nou, dan gaan we nu beginnen met de volgende oefening. De volgende oefening is een push-up. Afhankelijk van je niveau kun je bepalen hoe je wilt beginnen. Voor sommige mensen is het verstandig om er even gewoon zonder resistance band te gaan werken. Dus dan doen we gewoon een normale push-up op de knieën. Op deze manier. Al wil je het iets moeilijker maken, dan maak je er een normale push-up van. En dan voor de strijders onder ons gaan we door naar de resistance band push-up. Dus wat je dan doet, je doet hem ongeveer over het brede stukje van je rug, op de bovenrug. En dan wil je hem tussen de uiteindes pakken. Wat je dan doet, is je zorgt dat je eerst goed stabiel je handen op de grond zet. Je gaat in de push-up houding staan. En dan ga je rustig laten zakken. En explosief weer omhoog. Dus doe je zoveel als je kan. We gaan beginnen met oefening nummer 2. Allereerst, we gaan de elastiek om onze voeten gooien. Dan gaan we de voeten uitstrekken. We gaan liggen. En vervolgens gaan we een achterwaartse beweging maken. Vanuit hier gaan we naar achter toe. En gooien we eigenlijk spanning op onze schouders. Dus vanuit hier op spanning naar achter, explosief. Rustig terug naar voren. Hoe verder je de elastiek naar achter trekt, hoe meer spanning er op de elastiek komt. Als het te zwaar is, dan kun je ook je benen intrekken. Hou je benen op 90 graden positie, zet er minder spanning op de elastiek. Gaan we naar achteren en dan gaan we terug naar voren. Gaan we naar achter en dan gaan we terug naar voren. Is het te licht, uitstrekken en maak je dus een veel grotere rek in deze elastiek. Probeer zoveel mogelijk herhalingen vol te houden totdat je niet meer kan. En vervolgens, als je dat gedaan hebt, gaan we door naar oefening nummer 3. Succes! De oefening, dat is de push press. Die hebben jullie wel eens ooit gezien, met, of niet, met de barbell of met de dumbbell. Dus dat is eigenlijk de beweging dat je dus een squat maakt en dan duw je hem de dumbbell of barbell boven je hoofd uit. Nou, op deze manier. Kan ook heel goed met de resistance band. Je doet hem dus onder de voeten. Let er dus op dat die band goed tussen in het midden van je voet is. Anders heb je kans dat hij in je gezicht schiet. En dat wil je natuurlijk niet hebben. Je doet je voeten ongeveer op heupbreedte. Dus als je hier ziet, is het redelijk uit elkaar. Niet te dichtbij, want dan wordt het moeilijker om een squat te doen. En dan trek je de elastiek, die trek je naar je borst toe. Dan leg je ongeveer dat die ter hoogte van je borst ligt, van je sleutelbeen. Wat je dan gaat doen is, je gaat rustig naar beneden in de squat. En komt explosief omhoog en drukt de elastiek boven je hoofd uit. Belangrijk bij deze techniek is dat je schouderbladen goed naar achter zetten. Dus schouderbladen naar achter en omlaag. En ook belangrijk is, als je kijkt naar mij, dat je niet hierheen drukt, naar voren. Maar je wilt juist dat ongeveer je schouders achter je oren zijn. En je handen moeten ook achter je oren zijn. Dus als ik hem nog een keer voordoe vanuit de zijkant. Doe hem dus omlaag naar de borst. Maak weer een squat. En drukt hem omhoog. En zo doe je hem een aantal keer. Totdat je denkt van ik vind het wel genoeg geweest. En dan doe je er nog 10. Want dat is niet voldoende. Wat sneller. En dat is de push press. Succes! De volgende oefening. We gaan bij deze oefening onze rugspier pakken. We hebben een deurklik hier. En we gaan de elastiek om die deurklik plaatsen. Wat we gaan doen is dat we een beetje in de squathouding gaan staan. Dus er komt spanning op de benen. Hou een rechte rug. En vanuit deze positie gaan we de elastiek naar ons toe halen. En terug. Zorg ervoor dat die schouderbladen weer goed naar elkaar toe zijn. Naar je toe. En terug. Naar je toe. En terug. Als het te zwaar is, ga je dichterbij staan. Als het te licht is, ga je verder weg staan. Komt er dus meer spanning om te staan. Je kan natuurlijk ook gaan zitten. En dan kun je met één arm de elastiek naar je toe trekken. Zorg er in dat geval voor dat je niet je core gaat indraaien. Vanuit hier naar je toe en terug. Vervolgens wissel je van kant. Wissel je ook van been. Dan ga je deze positie naar je toe halen. En terughalen. Naar je toe en terug. Probeer deze aantal herhalingen zoveel te doen als je kan. Als je daarmee klaar bent, dan kun je uiteindelijk weer door naar de volgende oefening. Veel succes! Dan, de volgende oefening is, om het af te maken, is meer een cardio variant. Daar gebruiken we nogmaals de geliefde deur voor. Dus je bevestigt de resistance band. Zorg dat hij goed vast zit. Wat je dan doet, is je doet de resistance band over je heen, bevestigt hem. Ik vind hem fijn om hier te doen, dan weet ik zeker dat hij goed vast zit. Je kan hem ook om je buik doen, dan moet je iets verder vooruit gaan staan. Ik doe hem in dit geval hier. Dus moet je zelf even kijken of je het fijn vindt. Wat je dan gaat doen, is je gaat langzaam opbouwen. Dus eerst rennen op de plaats. Zorg dat je een goede houding hebt, dus dat je niet te veel vooruit gaat hangen of heel erg naar achter gaat hangen. Zorg dat je goed stabiel staat. Wat je dan gaat doen, je gaat iets sneller. En uiteindelijk ga je knie heffen. Hak de billen. Voor zover het goed voelt. Hè? Wat je dan gaat doen, is je gaat proberen vooruit te rennen. En dan ga je volledig sprinten. En dat is de oefening die we nou gaan doen. Totdat je niet meer kan. Doe wat comfortabel voelt. Maar daag jezelf wel uit. Dat was ie. Bedankt voor deze training. Na deze oefeningen kunnen jullie ervoor kiezen om deze oefeningen nog 3 tot 5 rondes te herhalen. Kijk even gewoon waar je niveau ligt. Precies. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat vooral ook een reactie achter. Laat ons weten wat je ervan vond. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Succes!